op deze 17e dag van de mantelzorg. Dan geef ik nu graag het woord aan Gerrit Knol, wethouder Zorg en Welzijn, en Henk-Jan van Norel, beleidsmedewerker BMO. Ja, fijn om hier zo te zijn. Lia geeft al aan van heel veel belangstelling, maar ook heel veel belangstelling van de pers. En daar ben ik blij op. Niet omdat ik nou zo nodig op de foto moet, maar het gaat eigenlijk om de mantelzorgers. Wethouder Knol, dit jaar voor het eerst mantelzorgcomplimentdag. Het is dit jaar de 17e keer inmiddels al dat het gebeurt. Alleen er komt steeds meer aandacht voor het mantelzorgcompliment. En dat is op zich een hele mooie zaak om dus die mensen even in het zonnetje te zetten, de mantelzorgers. En dit is elk jaar dus een terugkerend iets? Ja, het is nu een vaste datum op 10 november. En dat is natuurlijk mooi ook voor de herkenbaarheid en om het er gewoon in te houden, zo'n mantelzorgdag. Waarom mantelzorgcomplimentendag? De mantelzorger was altijd een groep die heel anoniem werkzaam was. Er wordt wel eens gezegd van vrijwilligerswerk, daar kies je voor en een mantelzorger, dat overkomt je. Mensen die hebben er niet zelf om gevraagd, er overkomt iets in de naaste omgeving. En daarin geven ze dan invullingen aan een stuk zorgtaak. En dat gebeurt vaak anoniem. En je ziet steeds meer dat de belasting die op die mensen afkomt, die zijn groot. Dat is natuurlijk per situatie verschillend. Maar soms is het heel langdurig en eigenlijk nou uitzichtloos. Dat klinkt heel beroerd, maar toch wat veel druk geeft. Ook psychische druk. En dan is het goed als je dat met een ander kunt delen. Als je ervaring uit kunt wisselen. Maar ook gewoon als er aandacht voor je is. Mensen die je ook kunnen ondersteunen erin. Eens een keer misschien kunnen vervangen. En als gemeente Zwarte Waterland hebben we dan ook een mantelzorg ondersteuning. En daar kunnen de mensen een beroep op doen. En vandaar ook van zo'n mantelzorgdag, zet die mensen in de belangstelling, zet ze in het zonnetje. En dan kunnen ze daar hun compliment daarin van de gemeenschappen ontvangen. Worden mensen voorgedragen? En hoeveel mensen worden er voorgedragen? Ja, dus ze konden zich aanmelden door degene die de mantelzorg ontvangt. En het is de bedoeling dat, we hebben hier nu 10 mantelzorgers een compliment gegeven, dat andere complimenten worden uitgereikt door degene die de zorg ontvangt. Dus aan zijn naaste, zeg maar, zijn mantelzorger. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Belangrijk voor mantelzorgers dat ze dit compliment krijgen? Nou, eigenlijk vind ik het wel, want het is toch heel veel werk wat onzichtbaar wordt gedaan en wat dan een keer toch voor het voetlicht komt. Voor wie ben jij mantelzorger? Voor mijn man.